Dat in Oss de coronavaccins voor heel Nederland liggen opgeslagen, dat is bij de meeste mensen wel bekend. Maar Oss gaat meer doen. Vanaf april kunnen er duizenden vaccins per dag van de band rollen. En dat zou dan hier moeten gaan gebeuren bij BioConnection. Er ligt al een productielijn en volgens het bedrijf kunnen ze zo beginnen. Maar ze hebben nog geen groen licht gekregen. In Oss is verslaggever Tessel Linders. Ja, Tessel, wat is daar het probleem? Ze wachten nog op het officiële stempeltje. Dat moet nog komen. En ja, dan ben je er eigenlijk nog niet. Je moet er allerlei dingen voor laten zien, hè, voordat je dat stempeltje krijgt. Kan je wel goed werken? Kan je dat allemaal netjes doen? Werkt het allemaal zoals het zou moeten werken? Pas als dat helder is, krijgen ze dat stempeltje. Dat verwachten ze dus op 1 april. Maar dan ben je er nog niet. Want er moeten natuurlijk ook voldoende vaccins zijn. En de vaccins van Pfizer en van Moderna, die zijn goedgekeurd. Die worden nu op grote schaal geproduceerd. Maar al die andere vaccins die nog op goedkeuring wachten, daar zijn alleen nog maar kleine hoeveelheden van. En dan het derde probleem, want wat doet BioConnection? Die vult die flesjes dus af, daar moet dat vaccin in. En die flesjes, die moeten er ook zijn. Alle grote leveranciers zijn uitverkocht. En de grote bedrijven, de grote ontwikkelaars zijn natuurlijk stuk voor stuk al die voorraad aan het opkopen. En dat betekent dus, al zouden we willen produceren, dan zullen die flacons wel van de fabrikant moeten komen. Want op de markt zijn ze gewoon of met een hele lange levertijd, of anders gewoon niet meer te verkrijgen. Ja, voor de duidelijkheid, het gaat dus om die vloeistof. Die gaan ze niet maken, maar ze gaan dat in flesjes stoppen. Maar welke vaccin, dus welke vloeistof gaat het nou om? Dat maakt eigenlijk niet uit. Die productielijn die ligt er en je kan in principe elke vloeistof die je wil in zo'n flesje krijgen. Nou zijn er natuurlijk wel gesprekken met grote producenten. Zo is er op dit moment bijvoorbeeld een gesprek gaande met een producent in Denemarken. Dat vaccin daar is nog niet goedgekeurd. Wordt dat goedgekeurd, moet dat natuurlijk in van die flesjes. En dat zou hier in Oss dan kunnen. Dan is dat vaccin overigens ook weer voor de Deense markt. Dus niet alles wat hier van de band rolt kan ook in Nederland worden ingezet. Maar als je nou even kijkt naar de mogelijkheden hier met deze nieuwe productielijn. 100.000 tot 200.000 flesjes per dag kunnen hier afgevuld worden. En uit zo'n flesje haal je 5 tot 6 doses. Dat betekent 1,5 miljoen doses per dag. Dat zou dus betekenen dat je in 20 dagen hier in Oss de hele handel voor Nederland van de band zou kunnen hebben rollen. Maar ja, dan moeten er natuurlijk wel genoeg van die flesjes zijn.